Ja, ik en Nika, we go way back. Dus we zijn eigenlijk vrienden sinds Sint-Lucas eigenlijk. We hebben elkaar leren kennen op Sint-Lucas. Ik zat eigenlijk met zijn broer in de klas, met Dimitri Karakatsanis, ook regisseur. Maar op een vreemde manier heb ik dan Nico al leren kennen, op een toevallige manier eigenlijk. En ja, sindsdien, dat klikte eigenlijk vanaf het eerste moment. En ik hielp hem met zijn kortfilms en met zijn projecten op Sint-Lucas en hij hielp mij. Hij was toen in die tijd zelfs nog geen cameraman. Hij was toen zelf nog aan het studeren voor regisseur. En we zijn iedereen een beetje onze eigen weg gegaan sinds Sint-Lucas dan. Nico is dan geëvolueerd tot cameraman en ik tot regisseur. En dus binnen de kortste keren waren we terug aan het samenwerken. Dus dat was wel heel plezant. Dat is heel plezant. Maar inderdaad, hij is nu natuurlijk hij is, zeer goed bezig. Dus het wordt moeilijker en moeilijker om hem te pakken te krijgen. Maar deze kortfilm. Volgens zijn woorden zou de laatste kortfilm zijn die hem gedraaid heeft als cameraman, omdat hem zich nu wat andere dingen wil concentreren. Maar ja, het was natuurlijk te gek dat we dat samen hebben kunnen doen. Dus hij is er ook echt wel volledig voor gegaan en het ziet er heel mooi uit. Dus ik ben heel blij dat het Nicolas was die achter de camera stond. Gewoon, Nico was een grote sterkte. Ja, weet je, hij is ten eerste, vind ik, iemand met enorm veel smaak en met enorm veel visie. Nou, uiteraard hebben de meeste cameramannen, goede cameramannen hebben dat wel, maar Nico's zijn smaak en zijn visie is wel heel uitgesproken. Hij heeft een heel eigen kijk op de dingen. Hij heeft ook echt heel veel persoonlijkheid, dus hij is ook niet beschaamd om er vooruit te komen wat hem graag ziet. En hij zal ook wel echt een regisseur sturen. Ik bedoel, als je met hem werkt, dan moet dat ook met een reden zijn. Weet je, je moet niet zomaar met hem werken. Als je hem vraagt, moet je ook hem volgen in zijn visie en in zijn. Ja, en zijn stijl. Maar ja, hij heeft zo'n uitgesproken stempel. Daar kun je gewoon niet omheen. Als je met Nico werkt, zal die stempel ook op je film zitten. Maar daarom vraag je hem ook. Dus, en los daarvan is het gewoon heel plezant met hem te werken. Hij is een heel relaxte kerel. Hij is heel professioneel. Heel rustig. Heel kalm. Heel veel eisend ook, wat ik goed vind. Dus ja, hij heeft genoeg capaciteiten en genoeg kwaliteiten om uit te blinken.